Dit is Bob. Bob is niet zo blij. Hij heeft haar op zijn hoofd, maar hij weet niet waar het vandaan komt. Het is niet zo raar dat Bob zich hierover verbaast. Haar lijkt heel simpel, maar is een goed voorbeeld van de complexiteit van het leven. Haar is opgebouwd uit het eiwit keratine. Om erachter te komen hoe eiwitten zoals keratine zijn ontstaan, gaan we terug in de tijd. Tot vlak na de Big Bang. Stel ons heelal voor als een lege ballon. Tijdens de oerknal werd die ballon opgeblazen en ontstond het heelal. In dat vroege heelal was er heel veel energie en was de temperatuur erg hoog. Er waren veel protonen en die wilden samen met neutronen kernen vormen. Ze werden alleen steeds uit elkaar gehaald door hoog energetische fotonen. Door de expansie van het heelal daalde de energie en temperatuur en ontstond er meer rust. De fotonen werden zeldzamer en nu konden protonen en neutronen samen kernen vormen. Nu er kernen waren ontstaan was de massa in het heelal dus ongelijk verdeeld. Verschillende massa's oefenden krachten op elkaar uit. Hierdoor werd de verdeling van massa dus steeds ongelijker en klonterde de massa op sommige plaatsen zodanig samen dat er sterren en planeten konden ontstaan. In die sterren zijn alle elementen zwaarder dan waterstof en lichter dan ijzer gevormd. Dit gebeurde door middel van kernfusie volgens het uitschilmodel. Dit houdt in dat een ster uit verschillende schillen van verschillende temperaturen is opgebouwd. Hoe dichter naar de kern, hoe heter de ster en hoe zwaarder de elementen die ontstaan. Uit fusie van waterstof ontstond helium, uit fusie van helium ontstond koolstof. Koolstof is een van de meest cruciale elementen voor het ontstaan van leven. Nu we weten hoe atomen zijn ontstaan, kunnen we bekijken hoe er moleculen zoals aminozuren zijn gevormd. Hoe aminozuren zijn ontstaan is nog niet bekend. Er zijn verschillende theorieën. Zo zou het kunnen dat aminozuren in de oersoep zijn ontstaan. Zo bleek uit het Miller-experiment dat er aminozuren ontstaan als er water, bliksem, methaan en stikstof bij elkaar worden gebracht. Het zou ook kunnen dat aminozuren buitenaards in meteorieten zijn ontstaan en door inslagen op de aarde terecht zijn gekomen. Hiermee verplaats je echter alleen het probleem. Maar goed, hier heeft Bob niet zoveel aan, want wat heeft dit nou allemaal met haar te maken? Haar bestaat voor 14% uit cysteïne, een aminozuur dat zwavel bevat. Zwavel speelt een belangrijke rol bij de structuur van het eiwit. Een eiwit kan verschillende ruimtelijke structuren aannemen. Zo kunnen er alfa-helixen en beta-sheets ontstaan door waterstofbruggen en wordt de tertiaire structuur door andere niet-covalente bindingen en zwavelbruggen bepaald. Deze verschillende structuren zijn de bouwstenen van Bob's haar en verklaren waarom sommige mensen krullend en andere stijlhaar hebben. Aminozuren vormen ketens en vormen zo de bouwstenen van alle eiwitten die ons lichaam nodig heeft. Aminozuren zijn de bouwstenen van het leven. In Vogelvlucht heeft Bob nu gezien hoe er na de oerknal nucleosynthese heeft plaatsgevonden. Hoe vanuit die kernen complexe moleculen en zelfs aminozuren zijn ontstaan. Ook heeft hij gezien dat aminozuren niet alleen de bouwstenen van zijn haar, maar van al het leven zijn. Van simpele onderdelen naar een enorm complex bouwwerk. Van oerknal naar het leven.